op hem leek. Kijk jij de wereld in en geef met je hart. Aan wie iets nodig heeft, een deur naar geluk. Een stille helper, dat ben jij al. Ik heb zelf ook een vriendin die ook al een jaar een buddy heeft. En dus ik hoor van haar ook vaak verhalen van hoe zo'n meisje dan, die zij begeleidt en iedere week ziet en iedere week iets leuks mee gaat doen, hoe zij dan die ontwikkeling doormaakt, weet je, van een stil meisje en ja, geen idee waar ze het zoeken moet, zeg maar. Die dan dus iedere week zie je die groeien naar, ja, een zelfverzekerd meisje. Dus dat is natuurlijk ook al van die kleine dingetjes, ja. Het klinkt altijd zo oudbollig van, zijn dan de kleine dingen die het doen of zo, maar ja, het is toch bijzonder. Dat heb je dan toch wel weer voor iemand gedaan. Sta jij voor een wonder klaar? En als er nood is, ben je daar? Muziek is natuurlijk een carrière hebben als artiest, zangeres. Is natuurlijk ook in die zin een redelijk egoïstisch beroep, weet je wel. Je bent continu met jezelf bezig. En soms vergeet ik daardoor misschien wel eens een keer om iets voor iemand anders te doen. Het lijkt mij mooi om mijn muziek te gebruiken om iemand anders in het zonnetje te zetten. Die mensen zijn vaak ook helemaal niet, ja, vandaar natuurlijk ook stille helpers. Ze zijn helemaal niet uit op een beloning of een schouderklopje. Dat komt gewoon vanuit hun hart en dat doen ze met hart en ziel. Dus ze zijn er in die zin niet mee bezig om daar iets voor terug te krijgen. En dus ik denk wel als iemand zelf dan super emotioneel dan opeens voor mij staat, dat ik het dan ook zwaar heb. Want daar kan ik helemaal niet tegen huilende mensen. Dus niet huilen. Anders kan ik niet meer zingen. Een stille